Serpentjes. ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Old School Flash Games. Vandaag zijn wij op kindertent.com en dat deze site bestaat is echt een wonder. Voor de mensen die dit beginscherm zien, die zien het eigenlijk al meteen. Zeg maar door al die jaren heen, ik denk zeker over 10 jaar, is kindertent.com niet veranderd. De site is nog exact hetzelfde, zo so lame. Meestal meeste, al na 10 jaar, dan verwijderen ze hun site wel of zo. of ze gooien het helemaal over de kop. Nee, kindertemp.com is nog steeds kindertemp.com. Haha! Vandaag doen wij Weekend Miljonairs. Uh, het is heel leuk, het is echt een hele leuke quiz en troep. Het enige probleem aan Weekend Miljonairs is dat de vragen vaak best wel oud zijn. Dan gaan ze dingen vragen zoals, uh, wie scoorde het winnende goal in 1994? Dat dus je denkt van ja, toen ze deze quiz maakte was dat misschien vorige week, maar nu niet meer, oké. Okay. Uh, start de quiz voor kinderen. Daar gaan we mee beginnen. Kunnen we even kijken hoe ver ik kom? Hoe werden de zeevarende Noormannen genoemd? Dat waren de Vikings. Goed, ik oom dingen. Fuck deze kinderquiz. Oké. Okay. Wat doe je als je met de afstandsbediening de zender van de tv afloopt? Surfen, rappen, zwerven, zappen. Rappen of zappen? Hmm, zappen. Ik kan je vertellen, er zitten soms nog best moeilijke vragen tussen de kinderquiz, oké? Okay? Hoe heette de vader van de houten pop Pinocchio? Ik weet zeker dat. Ik denk dat 1 op de 5 van mijn kijkers dit niet weet. Ik heb weinig vertrouwen in jullie. Ik weet dat hij Geppetto heet. <laughs> Geppetto. Wie komt elk jaar met de Stamboot Nederland binnen? Dat is Sint Maarten. Sint Maarten. Sinterklaas. Maar ik, moest erop. ik dacht meteen al Sinterklaas. En daarna dacht ik opeens kut. Welk antwoord? Hè? Waar worden autobanden in Waarvan worden autobanden in het algemeen gemaakt? Zie je, nou wordt het dan moeilijker. Um, rubber, toch? Gewoon rubber? Ja? Wat zijn schelpen? Levende dieren? Dode dieren? Harde huisjes van weekdieren? Dode algen? Ik denk de harde huisjes van. Ja, oké, okay, cool. Wat zit bij een pony of paard in de mond? Ze tanden! Woehoe! Oh, nee. Teugelhouder, stijgbeugels, bit, hoefijzer. Een bit zit wel vaker in je mond in sport. Ik ga de 50-50 doen. Nou, is het geen hoefijzer in zijn mond, dus dan was het de bit. Woehoe! Wat is de hoogste troefkaart bij klaverjassen? Naast, denk ik. Ik klaverjas niet. Ik ben geen oude vrouw. Fout! Nee! <coughs> ik ga dood hier. Bij welke sport moet je de bal door een grote ring met netje gooien? Zwerkbal! Ehm... Um een basketball. Dat is een basketball. Met welke vissen kun je een tent vastzetten? Haringen. Da, 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 da. Op welke leeftijd gaan kinderen naar de basisschool? I don't know. I don't know that. Dat is een Monty Python referentie 4. Ik dacht ook vier. Ik ga het niet gokken. Hoeveel ringen heeft de Olympische vlag? Voenf. Oké, bij welke McDonald's gerecht krijg je altijd een stukje speelgoed? De Happy Mac. De Happy Happy. De Happy Meal. Of de Happy Kids menu? De Happy Meal menu, kids. Mank, her happy. Hoe heet de denkbeeldige lijn rond het midden van de aarde? De Evenaar. Toch? Ja? Cool. Hoeveel Olympische ringen zijn er? Nog steeds vijf! <laughs> Je vroeg het net ook namelijk. Wat is de bekendste eigenschap van een chameleon? Een boot! Het is een boot! <laughs> Zware last op een loestijn. Van kleur veranderen. Oh yes. Welke stad heette vroeger Nieuw-Amsterdam? New york Ik denk dat ook niet iedereen dat wist. Dit is niet een kinderquiz. Uit welk land komt spaghetti? Uit het land spaghetti natuurlijk. Net zoals in Italië heb je een plek die heet pizza. Heel van pizza. En je hebt ook spaghetti. Is ook gewoon een plek in Italië. Ik weet niet of dat waar is. Het zou zomaar kunnen. Welk land heeft het WK voetbal 2006 gewonnen? How the fuck should I know! Echt hoor. Dat is fucking lang geleden. Ik weet het helemaal zeker. Thanks, persoon die ik gebeld heb. Geen wie ik gebeld heb. Vrienden, familie. Maakt niet uit. Dat andere deel was goed. Aan welk land komt een auto met de letter E? Hmm. Is het niet Spanje? Espagnol. Ja, ja, oh, 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 oh. Hoe lang duurt het voordat de aarde één keer om de zon heeft gedraaid? Aarde om de zon. Dat is een jaar. Ik ben even, dit is echt slecht. Ik moest even, ik moest even check in mijn hoofd. Dat is zeker een jaar. Van welke grote stad is Versailles? De... Of, van welke grote stad is Versailles? Een voorstad? Voorstad? Ik gok dan Parijs. Want Versailles ligt in Frankrijk. Maar het kan ook niet zijn. Oh nee, de 50-50. Aha, het is Parijs. Ik dacht, ik doe het voor de zekerheid even. Welke onderwatertunnel werd in maart 2003 geopend? Vriend, dat is fucking lang geleden. Dit <laughs> is ik, ik, de laatste vraag, dan heb ik een miljoen. Geef me dat kindergeld. Oh nee, dit is de Oost-Gelderse Tunnel volgens mij: Noord-Gelderse Tunnel, Zuid-Gelderse Tunnel. Het is de Oost- of de West-Gelderse Tunnel. Oost-Gelderse Tunnel? Nee! Het is de West-Gelderse Tunnel! Kak! Oké, okay, we doen het nog een keer. Wat is de Himalaya? Een bergketen. Oké, okay, ik wil sowieso de kinderquiz even goed doen. Dan doe ik ooit nog een andere aflevering voor de volwassenenquiz. Uh, links staat trouwens weer in de beschrijving. Je kan meespelen. Welke stripfiguur is een konijn? Nijntje, nijntje, tering konijntje. Hoeveel vlakken heeft een kubus? Dit zijn echt van die dingen die ze altijd vragen van die quiz. En op een gegeven moment weet je het inuit je hoofd. Maar ik heb er al jaren niet meer over nagedacht. Hoeveel vlakken heeft een kubus? Je hebt er vier in die kant. Ja, 6. Het is wel gewoon 6. Ik dacht iets van, hè? Huh? 6? Nee, dat is het niet. Het is wel 6. Wat is een autopad? Step! Hierbij bij Schagen in de buurt een bezoek de autopad race. Welk dier is wit en heeft zwarte strepen? Zebra? Dat stinkdier dier. Dat was echt eerst wat binnen schoot. Dat is namelijk ook zo. Misschien is een zebra wel zwaar met witte strepen. Weet ik veel. Welke kleur kaart krijgt een voetbalspeler die het veld wordt uitgestuurd? Hm. Gewoon een rot-op kaart. Maakt de kleur niet uit. Het staat gewoon heel groot op. Rot-op! Rood. Oké, okay, welke sport doe je in het water met een bal? YOLO, waterpolo! <laughs> Ik heb een waterpolo gezeten. Wie schilderde de nachtwacht? Rembrandt. Mondriaan, dat zou een hele lelijke nachtwacht worden. Met wie trouwde Victoria van de Spice Girls? Was er niet voetballer? Was er niet getrouwd met uh, die ene gast? Die ene gast, ja, die ene gast. Woe, die ene gast, is helemaal goed. Hoe heet een zeehond die zijn moeder kwijt is? Een wees, <laughs> Publiek! Activeer jullie krachten. Uh, 60% voor aan. Huiler. Oh, wat schattig. Oké okay dan. Door welke omroep wordt het programma De wereld draait door uitgezonden? Gas, ik kijk geen tv. Ik weet dat de wereld Door gewoon op 1 of op 3 is. Dat is bijna op 1 of 3. Alles is bijna op 3. Oh, ik denk de Fara. Toch? Is het de Fara? Ik ga gokken voor de Fara. Het is goed. Welke schaatser won het weken? All round in 2007 en 2008. Misschien was het toen al Sven Kramer. Of bestond. Weet ik veel. Publiek. Dat is zijn kamer. Zonde, man. 2007, 2008. Lijkt dat we zo lang van. Waar, waar houdt een anesthesist zich mee bezig? Anesthesist is, um, Verdovingen. Anesthesia. Van welk... Wat voor soort dier is een korenwolf? Ah, knaagdier of insect? Voor mij een insect. Voor mij is een, een korenwolf een insect, inderdaad. Een soort beest. Het is fout. Maar ah, fucking knaagdier. Klak. Nog een keer. Deze quiz voor kinderen zuigt! Hoe heet de bekende tekenfilmserie met een kat en een muis. Jom en, jom en Terry. Tom en Terry. Jerry. Jom en, jom en Terry? Hoe kan het hebben? Dobbelsteen 6. Kom op, dobbelsteen. Ja. Oh shit. Ik helemaal denken over die kubus. Een dobbelsteen is ook een kubus. Daar zijn zes plaat. Ja. Hoe heet, het? Hoe heet het? Op één been Hupp huppelen. Oh my god. Is het hinkelen? Oh! Ik wow. klikte bijna op hinkelen. Wow. Dat deed ik ook. Wat is geen naam van een planeet? Venus, Jupiter en Mercurius, Donut. Het zijn allemaal Romeinse goden en Donuts. Het klinkt een beetje als een Noorse god. Welke dag vierde Nederland Bevrijdingsdag? Oh, ik heb dit gisteren nog verteld en dat had ik het door elkaar gehaald. Ik ben een verschrikkelijk mens. Ehm. Um, doen eerst de dodenherdenking en dan Bevrijdingsdag. Het is sowieso in mei, dus ja. Als 4 en 5 mei er allebei tussen stonden, werd het we verwarrend. In welke plaats ligt Diergade Blijdorp? Niet eens in Blijdorp! Fuck! Um, het is niet in Emmen, want ik ben wel eens in Emmen geweest. Oh niet in Amsterdam. Het, is, het moet in Amersfoort zijn. In Rotterdam? Hebben ze dierentuinen daar? Ik dacht dat ze alleen ADO-fans hadden. Huh? Wat groeit niet in Nederland? Wat is dit voor een moeilijke vraag? Wat groeit niet rijst, natuurlijk? Best wel logisch. Wie wil niet in Seesamstraat? plop. Speedrun deze shit. Welke stad hoort, staat het vrijheidsbeeld? New York. New York, New York, New York. Waar op aarde is het warmst? I don't. Ik de... ben even daar! Ja! Weet het dat een Je van Pinkeltje? Pinkelotje! Fuck deze shit! Hardcore! Hoe heet de Chinees? Eierenrecht. Fuyong Hai! Kip met ei! Dat was het toch? Of niet? Ja. Hoe wordt het Franstalige deel van België genoemd? Dat is, ik weet nooit of het Wallonië of Vlaanderen is. Wallonië toch? Ja, het is Wallonië. Het is goed. Welk land hoort niet bij de Benelux? Benelux. Het is gewoon letterlijk België, Nederland, Luxemburg. Dus dan Duitsland. Niet echt het in te zitten. Welke provincie kwam bij de watersnotenramp in 1953 onder water staan? Vastzeeland. En terecht. <laughs> en terecht. Fuck Zeeland, man. Wat voor wagentje rijdt Puck van de Pettenflat? Een kraanwagen. Omdat die echt een debiel is. Die gast zegt 8 of zo. Hoeveel snaren heeft een normale viool? Te veel. Uh, publiek, help. Ik wil, ik, wil, ik wil naar huis. Oh, 4. Ja, Rick ja, ik veel. Ik speel geen viool. Een ijsbeer is het grootste beer. Nu is het grootste beer. <laughs> beer. Zij sowieso vlees. Uh, het is. 50-50. Plant etende landdieren of het vlees etende landdieren? Ja, ik had beter gewoon meteen niet dit moeten doen. Met welke rol in Goede Tijden slechte Tijden werd door Gina Verbaan beroemd? Het wieg. <laughs> Ik ken Cleo, Kim en Linda niet. Fuck. Oh, het wieg? Zit er een het wieg in? Nee, dat is fout. Oh. W wat voor kleur is antraciet? Oh man, dit is echt een woord dat wel eens voorbij komt bij scheikunde. Is het niet een beetje bruin, berge, gelig? Het is een beetje bruin, beertje, gelig. Ik wil niet verliezen, man. Het is geel dan, denk ik. Geel, grijs, bruinig, een beige. Het ligt ergens in deze regio. Ergens is er bruin, geel en beige in. Voor mij bestaan. Ik zeg gewoon een beetje gelig-bruin, zeg ik dan. Anthraceet, geel. Ah, grijs? Fucking de. Ah! Fuck deze shit. <laughs> Jennifer loopneus. Jennifer Lopez genoemd Donald Duck. Jennifer Loopneus, dat wist ik wel. Goeie vraag, 10 van de 10. Um, ik ga naar huis met mijn piemel tussen mijn benen. Iedereen denkt dat ik een sukkel ben. Ik wist vast ook een paar dingen die jij niet wist, kijk. Ga niet haten. En het was best moeilijk, oké. Okay? Nou, dan krijg je nu natuurlijk al die makkelijke vragen. En dan, oh, ik had het in één keer. <laughs> Fuck jullie. Ik ga naar huis. Ik ben al thuis. Handig. Ik kan tijdreizen. Dankjewel Kijk naar deze aflevering. Geef een duimpje omhoog. Link van de game. Keihard in de beschrijving. Dus ja, je kan hem ook spelen als je je leven haat. Dat doe je waarschijnlijk toch al. Ga hem spelen. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Kusjes van mij. Duimpje omhoog. Voor meer Old School Flash Games. Ik ga sowieso de volwassen versie ook doen. En omdat ik een volwassene ben, gaat die wel in één keer goed. Tot de volgende aflevering die ooit is. Doei!